Wij zijn het Zomerorkest Nederland en vandaag op vrijdagavond 28 juli staan we hier in Gemert waar we traditioneel onze tournee aftrappen. Het Zomerorkest is een orkest wat ieder jaar door Nederland toert om de blaasmuziek onder de jonge mensen te promoten. En dat doen we eigenlijk door concerten te geven door heel het land. Dus we staan vandaag dus in Gemert en morgen gaan we richting Varsseveld. We zijn nog in Friesland te vinden, in Gelderland. Oftewel, eigenlijk proberen we door heel Nederland zichtbaar te zijn om de blaasmuziek onder de jonge mensen te promoten. Dat doen wij met muzikanten die we ieder jaar bij elkaar zoeken. Dus we hebben een open inschrijving en iedereen tussen de 16 en de 23 die een instrument bespeelt wat in onze bezetting zit, mag daaraan meedoen. Het repertoire dat we spelen is eigenlijk heel erg gevarieerd. We hebben altijd een compositieopdracht die we ieder jaar uitschrijven aan een componist. Dit jaar is dat Martijn Rondel die het stuk Scromania heeft geschreven. En het verdere repertoire is eigenlijk van alles wat. We hebben wat lichte muziekstukken, wat zwaardere concertwerken en alles daartussenin. Goedenavond dames en heren en welkom bij het allereerste concert van Zomerorkest Nederland 2023 onder leiding van Tom Rozen en Rodin Rozendaal. Thank you.
Goedenavond. We zijn los. De eerste. Hartstikke mooi. Mijn collega is net het concert begonnen met de concertprelude van Philip Spark, Engelse componist. Philip Spark is eigenlijk vooral bekend van de ongeveer 86.000 euphoniumconcerten die hij geschreven heeft. We blijven even in Engeland met een stuk van Derek Bourgeois. Dat klinkt heel Frans, maar het is echt een Engelsman. De Molesworth Melody. Een rustige wandeling door het Engelse zonder regen landschap. Na deze mooie Engelse klanken gaan we over naar mooie Oostenrijkse klanken. We gaan het werk spelen Cape Horn van Otto M. Schwartz. Ik zeg nee, een nieuwe baas. Ik
drink mijn koffie.